Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woonoutlet Zuid, Masita en Monen Movies. Hallo en welkom bij Inkopers, het programma voor en door het amateurvoetbal in Parijstad. Inkopers is een programma dat op maandag en op donderdag aandacht besteedt aan de gebeurtenissen en nieuwe nieuwsfeiten rondom de velden van de verenigingen. Wat gaan we allemaal doen in dit programma? Op donderdag schuiven twee tafelgasten aan en bespreken we de nieuwsfeiten en is er een voorbeschouwing voor de wedstrijden van dat komend weekend. Op maandag kijken we terug op de gespeelde wedstrijden en waar nodig dan pikken we de nieuwsfeiten eruit. Vandaag, de eerste uitzending, zijn onze gasten Jan van Dijk, trainer van Chevremont, en Koekie Voren, trainer van Bekkerveld. Allebei spelende in de eerste klasse D. En aanstaande zaterdagavond kruisen ze hun degens. Heren, welkom. Goedemiddag. Top dat jullie de tijd genomen hebben om de primeur mee te vieren met ons. Jullie hebben allebei je sporen als trainer verdiend in het voetbal. Zowel het profvoetbal als het amateurvoetbal. Nu samen actief met amateurs. Chevremont staat op dit moment op de tweede plaats. En Bekkerveld, ja, dat staat een stevige middenmotor. Mag ik het zo zeggen, Koekie? Nou, stevige middenmotor wil ik niet zeggen. We moeten ook naar onder kijken. Zo ja. Realistisch moet je gewoon zijn op dit ogenblik. Maar ik weet niet wat jij beschouwt van middenmotor, maar... Ja, je hebt, het programma is zodanig dat wij sowieso twee wedstrijden naar achter liggen. Dus ja goed, die moet je wel eerst winnen. Moet je winnen, ja. Om ja. Naar boven te kijken of naar onder te kijken, ja. Zo, dat is de realiteit. Ja, daar kunnen jullie zaterdag mee beginnen. Jan die kan de stap naar boven nog verder maken. En jij kan het verhinderen. Ja, ja goed, dat zijn leuke wedstrijden. Ik heb me de eerste wedstrijd nog herinnerd, vond ik tenminste van onze kant een van de betere wedstrijden waar we gespeeld hebben trouwens. Met de laatste bekerwedstrijd tegen Os, was een hele goede topwedstrijd. En de rest zijn we vrij wisselvallig moet ik zeggen in de competitie. En je ziet het vaak ook aan het scoren en de goals tegenkrijgen. We hebben bijvoorbeeld op derde na de minste goals tegen, maar we hebben ook op de derde plaats na de minste goals gescoord. Ja, en Tommy Vlugge die scoort volgend jaar 28 goals en die zit nu pas op 3 goals. En dat is gewoon het verschil met een aantal plaatsen in de competitie. Heel simpel. Ja, die wedstrijd was 17 november, was bij Chevremont. Ja. Maar dat was de grote winnaar toch het publiek. Dat denk ik wel, schitterende... ja. Misschien denk de collega er anders over, maar ik vond het natuurlijk, zeker na het resultaat, vond ik het een fantastische wedstrijd. Ja, we zullen het hem vragen. Wat hij daar... Ja, ik heb maar met één wedstrijd met pijn in mijn reet gezeten. Dat was tegen Bekkerveld. Dat is eigenlijk de enige wedstrijd, de enige ploeg die beter was dan wij. En we hebben natuurlijk al heel veel wedstrijden gehad. We hebben alleen Witteros nog niet gehad. Maar voor de rest moet ik zeggen dat Bekkerveld tegen ons de beste ploeg was. En ze hebben het tactisch heel goed gespeeld. Het is bekend dat wij een nieuw systeem hebben geïntroduceerd bij de club. Nou, dat heeft even wat aanpassing gehad, gekend. Nou, na de winterstop moet ik zeggen, klikt het en zit het goed. We hebben 7 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Met gewoon heel goed voetbal. En op dit moment staan we op een positie waarin we meedoen om het kampioenschap. Ik denk dat 4 ploegen meedoen om het kampioenschap. Maar ik denk dat wij een hele grote kandidaat zijn. Vind ik ook. Maar nu, het begin van het seizoen. En we hebben het er al eens over gehad. Dan stellen jullie allemaal doelstellingen. In hoeverre zitten jullie daar nog op koers? Wat die doelstellingen nou ja, wij zitten op schema. Ja. Want het is duidelijk, wij Chevremont is gedegradeerd vorig jaar uit de hoofdklasse. Nou, dan wordt er natuurlijk al heel snel gekeken van dan moet je direct weer terug. Nou, er zijn natuurlijk ook wat andere kringen die dan meepraten en zeggen van ja, de eerste klasse is misschien wel. Het niveau voor Chevremont. Toen hebben we eigenlijk nog niet eens een concrete doelstelling, maar aangegeven van nou, we willen in de top meedraaien, we willen kijken hoe ver we komen.
We moesten dus ook weer een paar nieuwe posities invullen. Moesten wennen aan het systeem. Dus ja, we kijken wel. Dus het ging er eigenlijk om dat wij bovenin mee zouden draaien. Nou, dat doen we. Ja, en Koekie? Mij zeker niet. Ik had ons team veel hoger ingeschat. Ik had echt gedacht, mijn doelstelling was zeker bij de eerste drie mee te spelen. Zeker met die kwaliteiten wat wij hebben, had ik dat wel verwacht. Nou, ik moet zeggen, direct na de winterstop, toen stonden we nog kort erbij. En toen moesten we twee of drie wedstrijden spelen tegen ploegen, wat wij van dachten. Ik had eerlijk gezegd, de eerste drie wedstrijden na de winterstop had ik op 9 punten gerekend. Dan hadden we nog meegedaan. En het typische is dat we tegen de drie onderste, en dat was dan op dat moment, was dat Hoensbroek, ik meen Venray en nog eentje. Daar hebben we van de vier wedstrijden, hebben we er maar 1 punt tegen gehaald. Dus dat is voor mij teleurstellend. Jullie verlengen allebei het contract. Wat is dan de drive om door te gaan bij... Ja, laat mij zo zeggen, ik heb het nog fantastisch naar mijn zin. Ik vind het een fijne club, een nette club. En ik weet ook dat ze zelfs financieel terug moeten. Maar dat is voor mij dan nog zeker een uitdaging. Omdat niet alleen het geld een rol kan spelen, maar dat je ook zeker vanuit de jeugd en jongens van eigen kweek daar toch proberen een goede middenmotor in de eerste klas mee te zijn volgend jaar. Ja, want als ik nu de vraag stel hoofdklas of eerste klas, en Jan heeft net er al op ingehaakt van er zijn bestuursleden die zeggen van dit is ons niveau. Nee, ik heb gezegd kringen. Kringen, ja nou goed, dan mag ik er bestuursleden van. Maar goed, omdat het is toch ook een kwestie van een kostenplaatje. En wat is leuk? Natuurlijk moet je het hoogste bereiken, dat begrijp ik ook. Maar ik kan me voorstellen, als je dan hoofdklasse speelt, dan heb je 4 keer per jaar een derby. Dat is Sivermonde en... Als je zo denkt wel, als je zo denkt, dan is dat zo. Maar goed, je hebt hier twee trainers aan de tafel zitten die iedere wedstrijd willen winnen. Ja. Eigenlijk liefst kost wat kost. Hè. Nou is het in het amateurvoetbal iets lastiger dan uit de wereld waar we vandaan komen. Maar wij bereiden onze ploegen, en dan praat ik even voor Koekie, dusdanig voor dat we iedere wedstrijd willen winnen. Nou, en als we dan iedere wedstrijd winnen, dan word je dus kampioen. En dan heeft iedereen pech. De spelers zijn gemotiveerd, de trainerstaf is gemotiveerd. En daar gaat het dan in eerste instantie voor mij om. Ja. Toen ik terugging naar het amateurvoetbal, toen heb ik aangegeven, ik zal stappen terug moeten. Qua denkwijze, qua instelling, qua mentaliteit. Ik heb wel gezegd, maar er zijn 3 momenten in de week waarin ik toch nog 20% professionaliteit mee wil nemen. En dat zijn de 2 trainingen en de wedstrijd. Daarin zet ik alles voor aan de kant en daarna gaan we met z'n allen lekker gezellig een biertje drinken. Ja. En dat klikt en dat is goed en dat is ook de reden waarom ik mijn contract verlengd heb. Ja, dan sluit ik me ook volledig weer aan wat Jan zegt. Ik heb hetzelfde verhaal. Wij denken, of tenminste, zeker in het begin dacht ik ook, godverdomme, wat maak ik nou allemaal mee? Uiteindelijk moet je een beetje aanpassen. Maar, en wat Jan ook zei, ik wil ook alle wedstrijden winnen, dat is duidelijk. En ja, wij zijn erin opgegroeid, soms ten koste van alles, ja. Ik wel. En hij ook natuurlijk. We zijn ons vaker tegengekomen vroeger. Dus alleen, ja goed, bij de amateurs is het toch weer wat anders. En daar kan je soms wel zo'n eigen. Maar van de andere kant is het ook wel hartstikke leuk om die jongens toch een beetje bij te brengen hoe wij eigenlijk opgegroeid zijn. En dan probeer je die paar procent wat we ze toch nog bij kunnen brengen. Ja, dit is mijn doel om lekker nog te blijven trainen. En ik heb iets belangrijks meegenomen naar de club, vind ik zelf. Want ik denk dat ik een van de weinige trainers ben die tegen zijn spelers zegt van als je geen zin hebt, hoef je niet te komen. Wees een kerel en meld je dan af en zeg gewoon tegen mij van ik heb geen zin. Want waarom zeg ik dat? Als iemand op het veld komt en die heeft er geen zin in of die heeft een slechte dag of wat dan ook, dat vindt zijn weerslag bij andere spelers. Dus dan heb ik niet 1 speler die niet kan functioneren, maar dan heb ik er straks 2, 3, 4, hoe dat doorloopt. En dat wil ik niet. Dus bel mij gewoon op en zeg van ik heb vanavond geen zin. Dan ben je een kerel. Maar als je bent, 100%. Dan gaan we even naar een van de belangrijkste items op de donderdagavond. Dat is de voorbeschouwingen op de wedstrijden van onze amateurploegen in de regio Parkstad. ESC Groene Ster. Ja, dat wordt een behoorlijke wedstrijdje voor ESC natuurlijk. Trouwens voor Groene Ster ook.
Coenester zit ja, iets beter in hun vel, denk ik, als ESC. Zeker ook met die trainerswissel, er is nog wel een en ander gebeurd. En ja, ze staan toch op een plek waar de na-competitie is. Ja, ik verwacht persoonlijk dat Coenester toch wel de betere papier aan heeft. Dan gaan we naar klasse 2G. Een leuke plaatselijke derby. Simpelveld Sportclub, Jan. Ben ik vorig jaar geweest. Toen was het omgekeerd trouwens. Toen was het de sportclub tegen Simpelveld. Mooi. Komt veel publiek al af. Het zijn twee aardige ploegen, hoewel ik Simpelveld hoger inschat. Ik denk dat Simpelveld goed ben. Ik heb toevallig alle twee tegen gespeeld. Alle twee voor de beker. Maar Sportclub heeft ook een vrij goed team hoor, moet ik zeggen. Een goede spits erbij, Jan, die kwam. Ja, gelijk gespeeld. Ja? Maar goed. We kennen ze wel, hè? Ja. Ja, we kennen ze wel, ja. Dan, die wel, ja. Dan 3B. Een hele leuke wedstrijd. De Leeuw tegen RKVV Heksenberg. Heksenberg staat eerste en De Leeuw op de vijfde plaats. En in die klasse staan ze vrij dicht bij elkaar halen. Kan in principe aan kop komen. Die hebben nog twee inhaalwedstrijden te goed. Maar dat is de derby uit Brunsum, De Leeuw. Ik heb Heksenberg ook een aantal keren gezien. Ik vind het een heel aardige ploeg. Ik hou voor Heksenberg. Dan gaan we naar 4B. Een hele leuke pot. Daar staat Wijnandia prominent aan kop. Maar plaats 3 en 4 is KVC Oranje tegen Voerendaal. En die treffen zich in Kerkrade. KVC heeft een heel aardig ploegje. Een hele goede trainer ook. Jongen van Schevermond. En, jij opgeleid? Nee. Maar ik denk dat KVC deze wedstrijd gaat winnen. Omdat Voer al aan het begin van het seizoen een goede eerste helft heeft gehad. En laat nu zo links wel steekjes vallen. Maar ik vind KVC wel een aardige ploeg. Die gaat volgens mij winnen. Nou, de laatste, de klasse 5B. Dan komen we bij Eikenderveld. De huidige koploper die gaat naar NEC 92. Dan moet ik helaas zeggen dat ik daar van beide niks van af weet. Ja, jij wel. Heb jij meer vrije tijd dan mij dan? Nee, maar weet je, ik na het werk. Ja, dat kan. Ik begreep me wel inderdaad wel op de amateurvelden. Maar je scout ook, hè? Ja, maar wanneer ga je dat dan doen? Ja, dat ga ik je niet vertellen. Oh, oké. Okay. De volgende week naar avond. Even kijken, NEC, ja, NEC 92. Eikenderveld staat bijna bovenaan, of bovenaan zelfs. En, ja, NEC heeft een beetje een vlak seizoen. Ze zijn ook gedegradeerd vanuit de vierde klas. En ik denk dat Eikenderveld te sterk is voor NEC 92. Oké. Okay. Dat was die voor deze week. Hoe kijken jullie naar het duel van aanstaande zaterdag? Moet ik beginnen? Dan begin jij maar. Klap je eerst uit de school? Ja, nou, we geen opstellingen te geven. Nee, och, nee, ik zeg, wat dat betreft hebben we ook geen geheimen. Iedereen kent elkaar, die jongens van Schevermoor kennen elkaar en van Bekkerveld kennen elkaar. Onderling ook, dus ze spelen ook nog met elkaar in de zaal, dus dat is allemaal geen verrassingen. Ik denk dat het weer, ja goed, ik denk dat we bijna, of we zijn compleet, dat ze nog die blessures van dinsdag hersteld zijn en daar ga ik me ook niet achter verschuilen. Dan verwacht ik toch weer tegen een goede tegenstander, die inderdaad een van de kampioenschappen kandidaten is. Ik denk nog alleen maar dat Mino en Schevermoor de beste kans hebben, zoals ik het nu op het ogenblik kan inschatten. En dan verwacht ik gewoon een pittige wedstrijd. En we zullen alles aan doen om het zo moeilijk mogelijk te maken. Ja. Daarbij hebben we een behoorlijk programma natuurlijk. Wij zitten nog in de beker en dat zou voor Bekkerveld, voor de club Bekkerveld, fantastisch zijn als je nog één keer zou winnen. Dan kom je bij de laatste vier en dan speel je volgend jaar voor de beker van Nederland mee. Wat toch extra financiële mogelijkheden geeft. Dat is toch wel prettig. Dus daar zijn ze ook wel mee bezig. Maar ik zeg altijd, de eerste wedstrijd is het belangrijkste en dat is Schevermoor zaterdag. Ja. Tegen nogmaals een hele goede tegenstander. Ik vind het een hele goede ploeg. Mino trouwens ook. Anders, ik denk dat Schevermoor nog meer een goed geheel is. En Mino is iets meer afhankelijk van individuele kwaliteiten. En als die gasten er zin in hebben, dan is het een hele goede ploeg. En als ze er geen zin in hebben, dan is het moeilijk. Ik denk dat, niet dat hij nou hier zit, maar dat Schevermoor iets completer is, wat dat betreft. Het eindsignaal heeft geklonken.
De eerste uitzending van Inkoppers is een feit. Wij danken onze gasten Jan van Dijk en Koekie Voren. De eerstvolgende uitzending is aanstaande maandag 2 april. En dan is onze gast Rob Pierik, de huidige trainer van VV De Leeuw uit Brunssum. En het komende seizoen is hij de hoofdtrainer van VV Schaarsberg. Met hem kijken we terug op de wedstrijden van het weekend. Dank voor het kijken en tot maandag bij een nieuwe uitzending van Inkoppers. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Woonoutlet Zuid, Masita en Monen Movies.